Hoi iedereen, ik heb vandaag een keer mijn eerste look voor jullie. En ik ga een look maken met dit oogschaduwpaletje van MUA of MUA. Ik heb een beetje ademtekort. Dit is het Undress Me palet, een dupe van het Naked 1 palet, voor een Naked palet. Ik heb er een beetje mee gespeeld en ik kan nu mijn soort van dagelijkse look maken. Dus kijk mee. Als eerste gebruik ik deze oogschaduwbasis. Ik denk dat ik iets meer moet inzoomen. Ik ga dit oog opmaken omdat ik denk dat dit ook een beetje lastig is voor jullie. Een beetje vervelend is om de hele tijd naar te kijken. Even goed invrijven. Brush van e.l.f. en dit is de Blending Eye Brush. Even meer een crease kwast. En ik gebruik een plat fluffy kwastje. Toch een beetje stevig van Gosh, de 340. Ik ben volgens mij niet meer te koop, de kwasten van Gosh. Oh, ik zit nu wel echt moet iets lager gaan zitten. Au. En ik ga met het platte kwastje in deze roze kleur. En deze roze kleur heet... Waarom is die hier bruin? Of rood? Deze heet shade 9. En hiermee ga ik gewoon mijn bewegend ooglid inkleuren. Als ik eventjes naar de zijkant kijk, heb ik een spiegeltje. Dus. Dit is nou hoe mijn oog eruit ziet. En dan pak ik deze fluffy blending brush van e.l.f. weer. En die dip ik in de kleur die ernaast zit. De bruinere kleur. Shade 10. En hiermee zet ik eigenlijk het laatste hoekje aan. En dat laat ik een beetje doorblenden in de arcadeboog. Dan pak ik mijn HEMA blending brush. En ik denk dat ik deze binnenkort een nieuw moet kopen. Want deze begon wel aardig oud te worden. Deze heb ik in de tweede kleur en dat is deze en dit is shade 2. En met deze kleur erop, ik doe het iets meer, ga ik over het, dep ik over het, ja, het is een soort veetje wat ik hier gemaakt heb en dat dep ik zeg maar overheen. En dan neem ik steeds een beetje meer, ik blend het zeg maar een soort van in die V met een lichtere kleur. Dan krijg je dit effect. Ik weet niet of je het kan zien op de camera. Dan pak ik een klein kwastje van e.l.f. Dit is de Smudge Brush. Deze kleur. Dit is shade 4. En hiermee maak ik eerst in mijn binnenste ooghoek een veetje. Dat dit veetje zeg maar. Want ik snap niet hoe mensen het anders voor elkaar krijgen. Die onder mijn wenkbrauwbot zie je dat die iets te... heavy is, dus daarvoor blend ik hem nog een beetje uit. Een eyeliner, dit is de eyeliner pen van de Primark. En hiermee maak ik een lijntje. Dus dit is de eyeliner. Dan pak ik een mascara. Dit is de Scandalized mascara van Rimmel. En dit is de Retro Glam in 001 Black. En die breng ik uit boven wimpers. Nou is dit het verschil tussen mijn twee ogen op dit moment. Ik zal nog even een beetje inzoomen. Het is heel naturel en met roze en bruin tinten en daar hou ik heel erg van. Ik ben heel erg blij met dit palet. En ja, ik heb hem al flink gebruikt zoals je kan zien. Het is toch dat ik iets of wat make-up op heb, maar dat het niet heel erg is van bam in your face. Want met dit oog wordt al heel snel heel erg van... Dat het niet goed lukt. Ik zal even laten zien dadelijk hoe het eindresultaat is met twee ogen. Want... Ik zal je nog laten zien hoe mijn ooglook geworden was. Helaas viel mijn camera op het moment uit dat ik de camera even tijdelijk uit had om aan mijn andere oog te beginnen. Viel de camera uit en daardoor heb ik er nu al best wel een paar uur op zitten. En aardig wat jeuk had in dit oog. Ja, dit is mijn ooglook geworden.
En ik had de tutorial leuk, vond ik ook aan mijn wenkbrauw heb gedaan. Verder heb ik niks aan mijn make-up en zo gedaan. Ik ben wel de deur uit geweest, dus daardoor is het misschien allemaal een beetje gaan irriteren. Je ziet dat dit ook wel nog iets heftiger is als bij dit oog. Maar dat komt dus omdat ik in dit oog meer heb gewreven. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!